Hij heeft toch ooit... stond ze op zo'n toneel en geleidelijk aan druppelden de diverse regeringsleiders binnen. En tenslotte kwam ook Orbán, die zelf ingenomen zak de bak. En toen zei Juncker, die zei, ah, de kleine dictator. Ja, dat vond ik wel zo ontzettend geestig. Het Verlossum, kunt u mij horen? Ja, ik ben natuurlijk helemaal geen tv-kijker, dus nee. Kan mij ook niet behalve zo. CNN. Nou, dat hangt er vanaf. Dat deed je jaren geleden, hè? Ging je CNN in de nacht kijken? Ik heb een vrij aanzienlijke... Die man die kan niet parkeren. Nee, er is een ID3 van Volkswagen die in dit parkeren is. Ja, hij heeft al... Ik denk dat hij net tegen het boompje rijdt. Hij heeft van die piepdingetjes, dus dat moet toch wel makkelijk zijn. Ja, luister je nu en denkt... Hey, vanavond heb ik toch niks te doen. Wat leuk om bij de live podcast te zijn. Het kan nog steeds. Koop je tickets via de link die je vindt in de show notes. Ja, ik heb wel een vrij ernstige CNN-verslaving gehad, ja. Maar dat is overgegaan door O.J. Simpson. Ik zit daar, ik weet nog dat ik zat te kijken en daar ik keek had naar Larry King. Ik was een beetje, heb het ook wel eens over gehad, een beetje een zonderlinge presentator. Want soms zat hij echt toplui aan tafel. En soms waren het allerlei volkomen geschifte figuren die in de ruimte door aliens waren geopereerd. Maar goed, in dit geval, hij interviewde, als ik het me goed herinner, de tuinman van O.J. Simpson. Nou ja, en je was zo gewend aan het feit dat alles altijd over O.J. Simpson ging. Vanaf het moment van die malle achtervolging met die 20 politieauto's. Dat ik pas na 10 minuten dacht, nou zit ik te luisteren naar een interview met de tuinman van O.J. Simpson. Of die wel aardig was en wat voor gras die had. En ja, Nederlands voetbalgras waarschijnlijk, wie zal het zeggen. En toen dacht ik, ik heb het echt compleet gehad. Toen was het klaar. Toen heb je nooit meer gekeken? Nee. Ik vind ook, als die enkele maal dat ik weer naar CNN kijk, vind ik het niet erg goed. Ja. Mensen vroegen ook nog hoe jouw ervaring met Theo van Gogh is geweest, omdat hij jou ook geïnterviewd heeft in het programma. Ik had geweldige ervaringen met Theo van Gogh. Ook als interviewer? Ja, een hartstikke goede interviewer. Echt hartstikke goed. En een goede luisteraar. Tip top. Ik zou haast zeggen, als interviewer op de televisie. Want het was niet zijn beroep, hè? Of ik ooit een veel betere heb meegemaakt dan Theo was. Oké, maar dat komt ook misschien omdat jullie elkaar heel goed kenden. Nou, nee, want we kenden elkaar door de televisie. Ik heb Theo leren kennen door allerlei interviews juist. Maar je hebt toch ook in een film voor hem gespeeld? Dan moest je toch een lijk spelen? Ja, dat was toen ik vanwege de televisie had ik Theo leren kennen. En wat altijd enorm gezellig was, dat moet ik er wel even bij zeggen, dat dan als het interview voorbij was, dan gingen we zuipen bij Chile. Tot 5 uur s'nachts. In mijn herinnering ging Chile pas dicht om 5 uur, maar ik weet het niet precies meer. Ik had meestal ook zoveel gezopen dat ik het ook sowieso niet meer weet. Oké, dus je hebt goede ervaringen met hem. Geweldig. Maar dat was toch niet zijn beroep, hè? Dat hij was natuurlijk regisseur en dit deed hij er een beetje bij. Zijn grote liefde was het maken van films. Ja. Maar daar heb je geld voor nodig. Dus ik geloof dat hij aanzienlijke bedragen verdiende bij de tv. Want hij deed ook zo'n show en had iets in een zwembad en zo. Ik weet allemaal niet wat. Ik heb voornamelijk interviews met hem gedaan daar bij AT5 in dat gebouwtje in Amsterdam. En hij stak dat geld deels in het maken van films. Oké. Dus dat was een beetje noodzakelijk om een andere hobby of een andere passie te financieren. Ja, ik heb maar een paar films, hij heeft vrij veel films gemaakt. Ik heb maar een paar films heb ik gezien. Want die telefoonfilm, die vond ik wel goed. Dat was echt goed gedaan. Ja. Maar ik denk toch dat zijn probleem was dat hij een fanatieke filmmaker was. Maar tegelijkertijd er ook voldoende van afwist om te weten dat hij ook niet... Dat hij ook niet de internationale top was op dit terrein. En dat kon hij ook niet door hard werken bereiken? Ja, dat weet ik niet precies. Ik heb natuurlijk weinig ervaring met het maken van films. Dat is een enorme lastige klus. Ik vond hem trouwens ook in die... ik heb dus 1 dag met hem gefilmd voor een film, een televisiefilm. Die overigens een gouden kalf won. En bepaald niet vanwege mijn bijdrage, laat ik dat eerlijk zeggen. Dit was het lijk daar, toch?
Wat? Was je niet een lijk, want je moest je spreken? Nee, ik was geen lijk. Nee. Ik had een vrij omvangrijke sprekende rol, want ik was een verzuurde burgemeester. Oh, dat was het inderdaad, ja. Was een verzuurde linkse burgemeester. Ja, dat heb je al eens verteld, ja. Meesterlijk getypecast, dat moet je toch zeggen. Van welke stad? Een fictieve stad? Van Haarlem. Oh, van Haarlem, oké. Het ook opgenomen in Haarlem. In dat prachtige stadhuis in Haarlem. Had je ook zo'n ketting om? Ja, volgens mij had ik ook zo'n ketting om. Dat weet ik niet precies meer. Maar hij deed het helemaal niet goed en zo. Je had toch een tekst gekregen en had je gezegd, kan ik het niet gewoon uit mijn hoofd doen? Ja, ik had die tekst uit mijn hoofd geleerd en dat ging helemaal niet. Dus je zei, kan ik niet zelf iets verzinnen? Ja, daar had hij weer een enkel bezwaar tegen. En ik vond hem juist ook als regisseur, want je weet dat hij is natuurlijk ook een enorme verleiding om te gaan schrijven omdat iedereen het niet goed doet. En vergeet niet, je bent zo'n hele dag bezig, echt van 9 uur 's ochtends. Met een hele crew. Tot precies met broodjes en weet ik hoeveel van die acteurs erbij enzovoort enzovoort. Nou, ik vond raakte men ook wel wat geïrriteerd naarmate de middag vorderde. Nee, maar Theo niet hoor. Die bleef echt bleef rustig, appeserend. Terwijl je weet, hij zocht altijd de confrontatie. En kon hem niet wild genoeg zijn allemaal. Maar niet. Maar niet als regisseur. Ah, okay. Grappig. Hij was altijd heel zenuwachtig voor de premières ook, hè? Enorm. Ja, echt enorm. Wat deed hij dan? Ja, dan stond hij. Ja, dat heb ik maar 1 of 2 keer meegemaakt dan. Dus je zat dan een vrij volle bioscoop en de film zou dan voor het eerst in het publiek gedraaid worden. En hij liep dan voor het publiek, liep hij nerveus heen en weer. Zo van, oh jee, wat gaat er gebeuren? Ja, dat was bij die film waar ik dus in gespeeld had. Had ik al verteld dat mijn dochter zei na afloop van, dat moet je nooit meer doen. Hij zag er raar uit toch, vond ze? Ik weet het niet, maar ze vond maar geen groot acteur. Oké, laten we even een klein stukje luisteren om even een beeld te krijgen van hoe dat ging. Interview Theo van Gogh, Maarten van Rossum. Is dat misschien dan, om het maar even met enige driestuiver psychologie te duiden, het kleine jongetje op het schoolplein dat gepest werd en zich moest verdedigen? Nee, ik geloof niet dat het daarmee te maken heeft. Voor zover dat in mijn psychologische make-up een rol speelt, is het meer dat ik mensen en hun gezamenlijke emoties eigenlijk nooit vertrouw. En hoe komt dat? Nou ja, omdat ik deze ongelukkige ervaring heb opgedaan. Heb je zo'n overzap niet moeten overdrijven. Heb je zo'n verdrietige jeugd gehad? Nee, dat is absoluut onwaar. Dat is absoluut niet zo. Maar ik werd door andere kinderen beschouwd als iemand die anders was. Daar hebben kinderen een feilloos gevoel voor. Ik vond het natuurlijk heel vervelend, want mensen zijn enorm conformistisch en willen er graag bij horen en meedoen en zo. Maar, ja. Maar was je een jongetje dat van zich afbeet? Of liet je het gelaten over je heen komen? Nee, ik was niet zo'n erger van me afbijter, nee. Nee. Dus kan ik zeggen dat je nu alsnog wraak neemt op de grote wereld om wat je toen is aangedaan? Dat zo. Je mag er alles van bakken wat je wilt. Maar wat vind je daarvan? Of is het onzin? Volgens mij is dat volstrekt onzin. Waarom? Omdat het lang geleden is en omdat ik... Omdat het hele theorie die zegt dat de mens eigenlijk in zijn eerste levensjaren psychologisch definitief gevormd wordt. Of gebroken. Gebroken of gemaakt, ja. Net wat je wil. Daar geloof ik geen hout van. Ik geloof dat in zekere zin over een veel grotere stukken van het leven allerlei veranderingen mogelijk zijn en aanpassingen. Ben jij veranderd? Wist ik. Ja, in zekere zin wel, ja. Wanneer ben jij over de dood gaan nadenken? Nou, eigenlijk op het moment toen ik mijn leeftijd met 2 vermenigvuldigde en de som, het resultaat van de vermenigvuldiging hoger was dan de gemiddelde levensverwachting van de Nederlandse man. Het was rond de 38, 39. Ja. Ik geloof dat je dan zo, hè, dan ben je 76 en je plotseling realiseert de helft zit erop, terwijl je dan natuurlijk nog betrekkelijk jong bent. Nou, het linkje naar het hele fragment hebben we in de show notes bij deze podcast opgenomen. Dus als je daarop klikt, kun je na het luisteren van deze podcast dat hele interview terugkijken. Hey, ik had nog een ander onderwerp waarvan ik dacht, heb jij vast wel wat mee. Ursula van der Leyen, VDL, die zit er 1000 dagen nu. Oh, kijk eens aan. Nou ja, je weet dat de voorzitter van de commissie, dat die eigenlijk nooit iets goeds kan doen. Dat geldt natuurlijk voor haar ook. Maar mijn indruk is dat ze het eigenlijk niet zo heel erg slecht doet. Nee, ze kreeg een heel positief commentaar in de Volkskrant, die een portret over haar hebben gemaakt. Schijnbaar zeggen de Amerikanen tegen haar, ze is de commander-in-chief, de Europese opperbevelhebber. En ze weten nu eindelijk wie ze in Europa moeten bellen als ze iemand nodig hebben.
Nou ja, dat is natuurlijk maar weer een heel dubieuze redenering, omdat natuurlijk de opperbevelhebber van de Europese Unie, dat is natuurlijk niet de commissie, dat is de raad. Denk aan het getreiter van Orbán op dit moment, dan weet je dus waar de werkelijke macht ligt. Dat we ons trouwens eindeloos laten treiteren door dat godvergeten stuk ongeluk van een Orbán, dat moet er ook eens een punt achter zetten. Maar hij is niet de enige die treitert, toch? Hij is wel een van de allerergste. En ook bovendien dat hij dus dat die miljarden die hij van de EU krijgt verjubelt en zijn kennissenkring en aan bevriende aannemers en aan het voetbalelftal uit de dorpen die geboren is en gaan ze hem, nou ja, de hele bekende poppenkast van dit type van personen. Ja, dat is treurig. Ik vind wel dat er een mechaniek moet zijn waarmee je zo'n man in feite kalt kunt stellen. Oké. Maar von der Leyen heeft wel, dat straalt ze in ieder geval uit, macht. Ze werkt hard. Ze krijgt dingen voor elkaar. Ja, ze blijkt dat heel goed te kunnen doen. Ja. Heeft ze ook nog 7 kinderen. Zeven kinderen. Even niet. Volwassen kinderen, ja. Volgens mij 1 klein kind, als ik het goed begrijp. Haar man woonde in... Klein kind ben ik niet van op de hoogte. Maar ik vond het al een hele kunst dat ze de 7 kinderen heeft gekregen bovendien. Voorzitter van die commissie is geworden. Nou, ze ziet er wel patent uit, toch? Ja, ja, en ze heeft in Brussel, dat vond ik wel grappig. Ze heeft natuurlijk haar grote werkkamer, maar die heeft ramen. Dus als ze daar midden in de nacht nog zit te werken, dan schijnt het licht en dat wil ze schijnbaar niet. Dus ze heeft een kamertje van 20 vierkante meter laten bouwen, dat dus helemaal dicht is, geen ramen en zo. En daar heeft ze dus een bed, een strijkplank die uitgeklapt kan worden. Strijkplank. En dan kan ze dus tot midden in de nacht kan ze daar zitten werken. Ja, dat zijn toch zoveel mensen die kunnen strijken, joh. Bij de slimste mensen ben ik altijd verbaasd dat ook al die mannen die daar iets doen, die komen allemaal bij de fysiotherapie, komen ze hun eigen spullen strijken. Ja, nou, dus tegenwoordig. Ik zou nog geen zakdoek kunnen strijken. Nee, precies, maar dat is natuurlijk de emancipatiegolf die je hier ook ziet. Misschien, maar ja, je denkt van, goh, ik kan dat niet. Je kunt ook gewoon zeggen, ik strijk het gewoon niet. Mijn kleren. Dat is mijn theorie. Bovendien heb je toch tegenwoordig no hiring. Dan staat er toch een etiketje op. Met een strijkboutje met een kruisje erdoorheen. Precies, dan hoef je het helemaal niet te strijken. Nee, daarom. Ik heb mijn moeder. Ik weet niet of ik het trouwens verteld. Dat mijn moeder streek alle zakdoeken. Ja, mijn oma deed dat ook, ja. En ook de onderbroeken. Nou ja, dat zal geloof ik wel zo'n beetje dezelfde generatie zijn, neem ik aan. Mijn moeder en jouw oma. En dan denk je, maar hou nou daar toch eens mee op. Ja. Dan kun je in een boek gaan zitten. Mijn moeder las graag en wandelde graag. En dan ging ze die stommes. En tenslotte heb ik haar geloof ik wel overtuigd. Dat je het maakte namelijk voor het snuiten en het blazen van het snot in de doek. Maakt er geen bal uit of het zakdoekje gestreken is, ja of nee. Het komt wel geordend over als je dat doet. Bovendien hebben we tegenwoordig al die tempospullen. Oh, maar ik mag geen namen noemen. Ja, dat... Sorry, er zijn ook al honderden andere papieren zakdoekjes. Ja, dat viel me wel op dat in Amerika de papieren zakdoekjes weer van mindere kwaliteit waren. Oh, ik dacht groter. Nee, dunner volgens mij. Okay, dus althans, ik blies er dwars doorheen. Dat heb je in je handen. Ja. Ja. Ja, dat heb je. Is dat ook met het wc-papier zo? Hier staat ook dubbellaags, toch? Ja, dit is natuurlijk vele van onze trouwe luisteraars zullen denken, kan het niet over wat belangrijkere onderwerpen gaan dan het wc-papier? Ja, jij dwaalt af. Maar jij, nou, niet, jij begon over dat wc-papier. Ja, dat is waar. Maar dat luistert bij mij heel nauw, ja. Ik moet stevig en toch veder zacht wc-papier. Dat is mijn... En vaak kom je op wc's. Waar ze helemaal verkeerd wc-papier hebben. Dus ik heb wel eens gedacht, ik moet eigenlijk een rolletje meenemen. Ja, voordat je het weet, ben je beladen met brillen en rolletjes wc-papier, kranten die je nog kunt lezen. Nou, gaan ze me doen. Maar nee, dat luistert nou, wc-papier. Ja. Zie je nou. Ze hebben even op een rijtje gezet wat von der Leyen allemaal bereikt heeft. Het is toch best wel behoorlijk wat ze heeft met de commissie een vaccincontract voor de hele Unie gesloten. Ze financierde de wapenaankopen en ze roomde meegewinsten van energiebedrijven af en de lidstaten gaan nu samen gas inslaan. Dat wordt allemaal op haar konto geschreven. Ja, maar we moeten natuurlijk wel een beetje, zij is de voorzitter van die commissie en ik neem aan dat de hele commissie moet met deze zaken akkoord gaan en... Ik denk dat we het wel wat anders moeten formuleren. Zij is een verdienstelijke voorzitter van de commissie. Maar interessant is dat de Europese Unie zich in toenemende mate ontwikkelt tot een relatief efficiënte organisatie die nuttige dingen doet
voor de leden van die organisatie. We moeten wel even, want ik moet zeggen, het motortje nu wel tropische temperaturen heeft gerealiseerd. Alweer? Ja. Ja, toch fijn, dat is toch Duitse kwaliteit die je merkt. Duitse kwaliteit, ja. Je, nou ja, daar hebben we het ook wel eens over gehad volgens mij. Zijn er ook echt dingen waar we het nog nooit over gehad hebben? Je mag het raam ook wel open doen hoor, als je dat wil. Maar ik laat het wel even aanstaan, denk ik, anders wordt het te koud. Dit is wel heel erg klimaatonvriendelijk, hè? Dat we dus nu de verwarming aan hebben staan en het, ja, het raam open. Interessant is toch dat we daar wel over nadenken. Hè? Ja. Dus we doen dit niet gedachteloos, maar... En we doen het wel. Ja, maar we voelden ons wel een beetje schuldig, toch? Ja, ja. Maar ik kan ook een dekentje meenemen. Dan doe ik dan kruik onder de volgende keer. En dan zit je ook warm. Dekentje. Ja, ik heb het bepaald niet koud op dit moment. Dekentje. Nee. Als je heel lang achter je bureau zit met 20 graden, krijg ik het toch koud als bejaarde. Dus. Nou, ja, dat heb ik ook wel, ja. Dus ja, ik zou zeggen, oké, zij zijn goede voorzitter. Maar de EU heeft deze dingen kennelijk uiteindelijk op een hele behoorlijke manier voor elkaar weten te krijgen. Ja. En natuurlijk als je denkt hoe het... De EU is in allerlei opzichten eigenlijk de grootste profiteur geweest. Van het uiteenvallen natuurlijk van het Sovjet-imperium. Omdat al die landen in Oost, Centraal, Europa, ballen en deels op de Balkan, dat die lid zijn geworden van de EU. En de EU is daardoor ook, omdat die bijna twee keer zo groot is geworden, natuurlijk ook een wat andere rol gaan spelen in de wereld. En ja, mensen realiseren zich dat eigenlijk niet vaak genoeg naar mijn idee, dat in economisch opzicht de Europese Unie natuurlijk een van de grote spelers in de wereld is. En bovendien op het punt van standaarden en zo, en afspraken over geproduceerde goederen, dat daarbij de EU een echte hoofdrol in de wereld speelt. Ja. Nou ja, je hebt dan natuurlijk wel mensen nodig die ook echt de schouders eronder zetten. En daar wordt wel van gezegd van von der Leyen. Ja, en bovendien dan, dit dient ook nog de emancipatie. Wat wil je nog meer? Omdat ze een vrouw is, bedoel je? Ja. Ja, ja. Ik denk dat Merkel daar natuurlijk een belangrijke C nog in heeft gehad op het moment van de benoeming. Maar ze heeft het op het nippertje heeft ze het gered, hè? In 2019, von der Leyen. Volgens mij had ze 9 stemmen meer dan dat ze minimaal nodig had. Ah, oké. Okay. Ja, ik neem aan dat Macron en Merkel het erover eens waren, want anders was het niet gebeurd, neem ik aan. Ja, en ook al de zijn natuurlijk de enige twee landen die echt eventueel een veto zouden kunnen uitspreken. Ja, en ook veel meer vrouwen in die commissie, hè, naast haar. Dus daar heeft ze ook wel voor gezorgd. Ja, we zullen daar sowieso zullen hebben. Met name de generaties onder mij, ver onder mij. Ik ben eigenlijk nog helemaal uit de oude doos in allerlei opzichten. Als je kijkt naar het frappante, grotere succes van vrouwen in vrijwel elk opleidingsniveau in onze samenleving, dan kun je wel uitrekenen hoe dat er over een jaar of 40 uitziet. Ja, ik vond het wel interessant, want Rutte komt ook in dat stuk aan het woord. En Rutte die zegt, ze wordt onder andere geprezen om de manier waarop ze vergaderingen leidt. En daarbij werd het vergelijk gemaakt met Jean-Claude Juncker. Die begon altijd met een grap en een wat flauwe opmerking. Zij begint heel stipt met een PowerPoint-presentatie, praat iedereen bij met de laatste informatie en vertelt dan waar we het over gaan hebben. En Rutte zegt, dan is eigenlijk iedereen on the same page. Iedereen weet waar ze aan toe zijn. Ja, nou, hartstikke leuk, maar ik vond Juncker ook wel leuk, hoor. Juncker heeft toch ooit... stond ze op zijn toneel en geleidelijk aan druppelden de diverse regeringsleiders binnen. En tenslotte kwam ook Orbán, die zelf ingenomen zak de bak. En toen zei Juncker, die zei, ah, de kleine dictator. Ja, dat vond ik wel zo ontzettend geestig. Ja. Maar er wordt wel van Juncker gezegd, van die zat er meer voor zichzelf dan dat hij er zat om Europa verder te helpen. Ik weet niet of dat durf ik niet te zeggen. Bij dit soort van figuren zie je toch vaak pas dat als de geschiedenis geschreven wordt en de archieven gaan open, en je ziet dus een beetje wat er achter de schermen gebeurd is en hoe dat behandeld is, belangrijke kwesties, dan zie je pas wie echt goed was en wie niet. Maar hoe zou jij Juncker dan omschrijven? Want die zat er natuurlijk voor. Ik heb een vermoeden dat hij bepaald niet slecht was als voorzitter van de commissie. Maar waar baseer je dat op dan? Pure gut feeling, zoals dat zo treffend heet. Oké. Ik denk dat Jeroen Dijsselbloem daar heel anders over denkt. Dat zou kunnen, maar die heeft ook wel een paar lelijke blunders gemaakt. Hè? Met name dat zuipen en achter de wijven aanjagen van al die Zuid-Europese naties. En hij heeft ook nog een opmerking gemaakt over Juncker daarover. Hè? Hij heeft ook gezegd, die zuipt alleen maar volgens mij. Ja, dat was allemaal niet verstandig. Oké.
Maar wat ik wel ook interessant vind, is dat zij dus ook zegt van we hebben het internet hebben we ontregeld in die vergaderzaal. Zodat in ieder geval de commissieleden, de commissarissen... Niet de hele tijd op hun telefoon kunnen kijken. Nou, dat, daar zit wel wat in. Dat jaag ik van harte toe. Kunnen ze dat in de Tweede Kamer ook niet doen? Ja, want als je ooit een beeld ziet van de Tweede Kamer, zitten ze altijd op die telefoontjes te koekeloeren. Ik vind ook dat in scholen. Ik begrijp ook niet zo erg waarom dat niet overal vanzelfsprekend gebeurt. In de klas geen smartphone, sorry. Je levert die rommel in, wat mij betreft bij de amenuens, is als je 's ochtends binnenkomt, je neemt het lief en lief en liever niet helemaal niet mee naar school. Maar het is toch te gek voor woorden dat die kinderen voortdurend op die smartphone zitten te tiktokken. Ja. Maar eens... Terwijl ze behoorlijk moeten leren lezen en schrijven. Ja. Een steeds grotere groep in Nederland is praktisch functioneel analfabeet. Ja. Dat is toch een droevige zaak. Maar je ziet het toch ook heel veel op, jij noemt nu de kinderen, maar de volwassenen zijn niet veel beter. Wij zitten zelf natuurlijk toch ook constant op die dingen in zalen. Als jij presentaties geeft, zie je dan niet de schermpjes oplichten van mensen die iets anders aan het doen zijn? Een enkele maal wel, ja. En als ik het zie, dan zeg ik er iets van. Dus waar ze naar zitten vragen, waar zit u naar te kijken? En waarom vindt u dat belangrijker? Vindt u het niet vrij stom? Dat u 30 piek betaald heeft om naar mij te gaan luisteren en dan vervolgens gaat zitten tiktokken, bij wijze van spreken. Ja, daar zeg ik wel iets van. Ja, ik was op de WAN-conference, dat is een conferentie over cyberveiligheid. En daar was Chris Janssens van EZK, die minister, en die was daar een verhaal aan het vertellen. En al dat publiek zat op de telefoontjes, ja, er was niemand aan het luisteren. Ah, was het een waardeloos verhaal? Nou, niet? Het was opgelezen, dus mensen dachten van dit geloven we wel. Lees nooit wat op. Ik bedoel, als je nou toch één advies mag geven, ook aan onze... Geliefde luisteraars, mocht u ergens moeten spreken, lees het niet op, draag het voor. Ook als u het eng vindt, de eerste paar keren is het eng om het uit het hoofd te doen. Maar als u het eenmaal onder de knie heeft, als u eenmaal weet, gewoon lekker doorlullen. Die zinnen hoeven niet allemaal grammaticaal perfect te zijn. U mag best eens zoeken naar het juiste woord. Daar wordt veel beter naar geluisterd dan naar voorlezen. Ja, want ik zag als je ooit een voorlezer aan het werk hebt gezien, dan weet je dat de zaal... vaak de eerste 5 minuten nog wel moeite doet om het te volgen. Maar een voorgelezen tekst is ook een geschreven tekst. Ja. En een geschreven tekst zit heel anders in elkaar dan een gesproken tekst. Mm. Dat zijn 2 volkomen verschillende dingen. Ja. Want ik zag die Christiaans een paar weken later bij de ECP. Daar deed ze het uit het hoofd. Dat was een wereld van verschil. Dat was veel leuker en beter om naar te luisteren. Ja. Nou, heb je er gecomplimenteerd achteraan? Ja, daar heb ik de kans niet toe gehad. Maar papier is natuurlijk, juridisch dekt dat alles af, hè? Alle risico's zijn dan afgedekt natuurlijk, ja, want heeft iemand vooraf naar gekeken? Ja, nee, natuurlijk. Ja, waarschijnlijk zou ik allemaal dingen zeggen waar de voorlichter zich doodongelukkig bij voelde. Maar so what? Ja. Ja. Ik zou zeggen. Ik maak ook wel eens podcast en dan moet alles wat gezegd wordt, dat moet tot een script gemaakt worden. Dus dan wordt dat op papier gezet en dan moet daar een compliance afdeling naar gaan kijken. Dat is toch verschrikkelijk. Daar ben je toch als bedrijf ook niet goed snik. Ja, maar ze willen alle risico afdekken. Dan moet je geen podcast houden. Nee. Dan moet je gewoon inderdaad een 2 A4'tjes tekst op papier. Dubbele regelafstand. En die leest de directeur dan voorzittend achter zijn bureau. Heb je nog bij Von der Leyen Sofagate meegekregen met Erdogan toen? Ja, zeker. Dat ze met Michel daar naartoe gingen. En er waren maar 2 stoelen. Ja. En toen moest zij plaatsnemen op zo'n sofaatje. Ja. Dat weet ik nog, ja. Nou ja, van Erdogan kun je alles verwachten natuurlijk. Ook zo'n ontspoorde gek. Dat is ook zoiets, ook zo'n man die, toen hij begon was hij progressief en hij zou Turkije. En juist omdat hij ook wel voeling had met het religieuze deel van de bevolking, was het een hele aardige mix en het zou allemaal gemoderniseerd worden. En we hadden toen nog het idee van hij mag best lid van de Europese Unie worden. Nou ja, 1 ding is zeker dat we bij God Turkije niet onder leiding van Erdogan ergens bij willen hebben. Hè? Vervelende brokkenpiloot. Hè? Met een economisch beleid wat hem verkiezingen, of denk 23, dus nog, ik wou zeggen dit jaar, maar dat is nog, we hebben nog een paar dagen te gaan in het oude jaar. Ik hoop dat hij afgestraft wordt. Ik geloof, wat was het? De inflatie is 80% in Turkije. Ja. Vanwege die halfgare ideeën die hij heeft over de economie. Ja, maar de lobbymachine draait op volle toer, ook hier in Nederland, hè, voor de mensen die hier mogen stemmen op hem. Ja, nou ja, goed. Maar Von der Leyen heeft daar later nog, is ze daarop teruggekomen in een speech. Hè, heeft ze Michel van seksisme beschuldigd. Oh jee. Ja.
Vanwege dit voorval, die Sofagate. Ja. En daar zeggen mensen in Brussel wel van, dat is niet helemaal netjes. Dat had ze eigenlijk niet moeten doen. Maar die Michel die durft nu niet meer zo goed naast haar te staan in openbare optredens. Begreep ik. Maar feit is dat zij natuurlijk veel belangrijker is dan Michel. Ja. Ja, ja. Is toch een beetje, ook een beetje een loopjongen. Is mijn indruk in ieder geval. Wat vind jij nog van artikel 122 van het Europees Verdrag trouwens? Vind je dat die met dat houdt dus in dat in noodsituaties het parlement buitenspel gezet wordt? Bijvoorbeeld in het geval van corona. Dus dan heeft Europa nog wat meer macht. Ben je het daarmee eens? Nou, dat is hoogst ongelukkig. Het zou natuurlijk nuttig zijn als het parlement een echt parlement was. Maar het is geen echt parlement. In de zin dat het beperkte bevoegdheden heeft. Ja, daar kun je kort en lang over zeuren. Ik zou het op prijs stellen als het een normaal echt parlement zou worden. Maar dat zal het niet worden. En je begrijpt ook wel hoe dat komt. Omdat met name de Raad, namelijk de diverse regeringsleiders, die willen natuurlijk... En er was natuurlijk een tijd dat het leek alsof de Europese gemeenschap de trendontwikkeling was. Dat de commissie en zo, dat die een heel dominante rol speelde. Denk natuurlijk aan, god, hoe heet dan, onze geweldige Fransman. In de tijd die natuurlijk in feite de EEG weer uit de modder getrokken heeft. Niet Chirac, hè? Nee, niet Chirac, natuurlijk niet. Nee. De Gaulle? Nee. De Gaulle heeft geen gunstige invloed gehad op de Europese gemeenschap. Wat hij ook bepaald niet wou. Hij zag de Europese gemeenschap alleen als een hulpstuk om de glorie van Frankrijk weer boven water te tillen natuurlijk. Ja. Laat ik het opzoeken op Wikipedia? Ik weet niet wie je bedoelt. Het is verschrikkelijk dat ik daar niet op kan komen. Het is toch, of dat nou een ouderdomsverschijnsel is of gewoon een soort van... Je weet dat je weet hoe die heet, maar je kunt er niet op komen. Dus nee, maar praat gewoon door, dan komt het vanzelf zo meteen weer. Dat was toen ook met andere dingetjes. Ja, dat zou best eens kunnen dat ik er dan dadelijk automatisch gereedschap, daar kwam je toen een het keer niet op. Het puntje van mijn tong, werkelijk. Geweldige man in allerlei opzichten, die een hoofdrol heeft gespeeld eigenlijk in de veranderingen, de transformatie van ook van de gemeenschap naar de Europese Unie. Nu draai ik alles maar om me heen en kan ik er niet op komen. Is wel, die mensen thuis zitten natuurlijk nu te roepen, het is die en die en die, en dan is het onmogelijk mogelijk dat die Verhofstadt daar niet op kan komen, dat soort van dingen. Maar nu ben ik alleen maar vergeten. Ja, de trend was dus dat de commissie steeds belangrijker werd. Maar op een goed moment, dat is juist het wonderlijke hybride karakter van de EU. Dat in sommige opzichten zie je wel een soort verstaatelijking. Maar als het puntje bepaald komt, is het toch een samenwerkingsverband van soevereine staten. En dat iemand als die Orbán, hè, die clown, die dikke clown, ook begon als progressief hervormer. En dat is ook wat. We hebben nu in Amerika die cinema die nu zich zelfstandig verklaard heeft. Ook begonnen als progressief, ook zo'n clownesk type. Ook zo'n super aandachtstrekker. Nou ja, het zal op de verhoudingen niet wezenlijk veel invloed hebben. Maar enorm vervelende tante die cinema. Dat heb je dan nog niet gezien. Ze hadden natuurlijk ondertussen 51... senatoren, maar nu hebben ze weer 50. Cinema heeft zichzelf als independent laten registreren. Waarschijnlijk omdat ze doodsbang is dat ze in 24 weggestemd wordt in Arizona, maar goed, toch. Hoe het ook zij, de EU blijft een merkwaardige organisatie. En er is een hoger rechtshof. Daar moeten we ons aan houden als die uitspraken doen. Al dat beleid wat je net opgenoemd hebt, wat door de EU geïnitieerd en uitgevoerd wordt. En tegelijkertijd is het ook nog een samenwerkingsverband van soevereine staten. Het is een hele complexe constructie. Ja, maar langzaam krijgen ze wel meer macht. En als je zeker. De EU is natuurlijk grondig veranderd. En ook, daar ben je wel voorstander van, toch? Dat zijn meer macht. Daar ben ik een warm voorstander van. Ja, zeker. Dat vind je goed, ja. Het is toch ook goed dat ze bijvoorbeeld met AstraZeneca, want volgens mij heeft Nederland daar toen ook een rol in gespeeld, dat zij met een paar andere landen een dealtje wilden sluiten met Zeneca, heeft Europa ook een stokje voor gestoken. Hij heeft gezegd, dat gaan we zo niet doen. Ja, uiteindelijk blijkt dat ook een iets minder vaccin te zijn, toch, dan dat wat Pfizer had ontwikkeld. Ja, waar zij uiteindelijk in Europa mee aan de slag zijn gegaan of een deal hebben. Ik wil trouwens nog eens zeggen, wat een wonder dat die vaccins in principe ontwikkeld zijn binnen 1 jaar.
He, weet je niet, dat en zeker in het begin ja, ja. van de pandemie. Het kon jaren duren, zei jaren duren. Wat erg en zo. En nou ja, in de late herfst werd al aangekondigd dat dat virus, dat, sorry, dat de vaccin eraan kwam. Klopt, hadden ze in China ook maar misschien wat meer met voor de China heeft zichzelf wel heel erg lelijk in de nesten gewerkt. Die hebben zelf wat lopen rommelen. Ik ben benieuwd of er nu miljoenen en miljoenen bejaarde corpulente Chinezen aan doodgaan. Die niet behoorlijk gevaccineerd zijn. Nee, of met een vaccin wat niet goed werkt. Overigens is het bar interessant dat Xi Jinping niet waar wel volledig door de bocht gegaan is. Hoe bedoel je? Dat hij nu het afzwakt? Dat de demonstraties dus effect hebben gehad? Dat hij gestopt is met die no-covid-politiek die hij gevoerd heeft. Ja, heeft het volk en toch macht? En compleet mislukt is. Mm. En nu zit hij wel tussen twee, nou ja, tussen ook weer twee rotsen in... Skilla en Charybdis, nou daar kan ik dan weer toevalligwijs wel opkomen. En nu komt weer die Fransman, ik zie zijn portret voor me. Omschrijf hem eens eventjes, maar ik ga het even op Wikipedia opzoeken. Hij was de voormalige minister van Financiën van Mitterrand. Oké, dan ga ik eens even opzoeken. Misschien nog wel leuk om eventjes te vertellen over von der Leyen, dat ze dus ook kippen heeft in Hannover, waar ze dus ook vandaan, of althans zijn ze niet opgegroeid, maar daar woont ze nu. Tenminste, haar man woont daar. En die kippen die zijn allemaal uit een legbatterij gehaald, gered. En die hebben dus de namen van prinsessen, behalve eentje, die heet Angela, schijnbaar. Die eentje, een dominante kip misschien. Dat zou heel goed kunnen, ja. En daarmee willen ze ook laten zien dat ze dus wel... Ik weet niet of als je een kip uit een legbatterij haalt, dat zijn kippen die er ook op gefokt zijn om gewoon binnen in een x-aantal weken door hun poten te zakken. Want dan zijn ze al zo dik geworden voor de kippenpan. Dat zij eigenlijk helemaal niks meer kunnen. Ja, misschien dat zij daar, rekening mee houden. Ik zit even te tikken ondertussen. Jij zei de voormalig minister van Financiën onder Mitterrand, hè? Ja, en die is vervolgens voorzitter geworden van de Europese Commissie. Eigenlijk met de expliciete zending die zaak vlot te trekken. En dan krijgen we dus ook al die hele boel met onze gemeenschap. We hebben ook een gemeenschappelijke munt, laten we dat even niet vergeten. Ja, zelfs landen die dat beter niet hadden kunnen doen en die de gelegenheid hebben gehad om eruit te treden, hebben dat niet gedaan. Het is niet Delors, hè? Het is Delors, ja. Jacques Delors. Ja. Godverdrie, dat ik daar nou toch niet op kon komen. Wat een afgang, hè? Jongen. Nou goed, dat kan af en toe gebeuren, toch? Ja, zeker. En vooral als je ouder wordt, weet je dat aan de ouderdom. Ja. Ja, vaak hebben jongere mensen ook dat ze ergens helemaal niet op kunnen komen, maar toch. Oké. Nog een mooie quote uit Politico. Die zegt van von der Leyen, dat is eigenlijk de Europese Amerikaanse president. Dat schrijven zij iedere keer op. Ja, ik zou zelf die terminologie niet willen gebruiken. Al was het maar omdat allerlei haters van de EU dan gaan roepen dat het een onderdrukkend systeem is en dat we helemaal geen president hebben. Zij is de voorzitter van de Europese Commissie en de Europese Commissie is een uitvoerend orgaan wat in feite werkt op basis van akkoorden die door de Raad zijn gesloten. Zo zit het in elkaar. Vandaar ook dat het eigenlijk veel democratischer is als iedereen altijd beweert. Want als Rutte daar in Brussel iets bepaalt, of hij stemt mee bij een bepaald voorstel, dan dient hij dat ook in principe te verdedigen in onze Tweede Kamer. En als de Tweede Kamer zegt bij Rutte, je bent ver buiten je boekje gegaan, wij willen dat helemaal niet, dan moet hij terug. Maar meestal weet hij wel zo'n beetje wel hoe groot zijn mandaat is. En wat wel en wat niet kan. Ja. Okay. Maar nogmaals, het is de raad die soeverein is. Als je dan toch van naar een soeverein zoekt. Daarom vind ik het ook niet verstandig om van een Europese president of zo. Ja, à la Michel, die is dat toch helemaal niet. Nee. Nou, Van der Leyen gaat waarschijnlijk in 2024 voor een tweede termijn. Dat zijn in ieder geval de verwachtingen die nu... Nou, die zal ze dus wel krijgen, denk ik. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, dan hebben we Gijs uit Amsterdam en die wil weten, wat is toch een santekraam? Je gebruikt dat woord heel veel. Wat is dat, een santekraam? De santekraam zijn alle heiligen, de sinten, de Rooms-Katholieke Kerk had één enorme santekraam. Hoeveel heiligen waren er niet? Er zijn toch heiligen overal voor. Er zijn heiligen voor schoenveters en er zijn heiligen voor achterlichten. En er zijn heiligen voor de schippers en er zijn heiligen voor de pontveren. Nou ja, gaan ze maar door. Dat is de santekraam.
Maar het is een ouderwets begrip. Precies, maar hoe bedoel je het dan in de context? Want je zegt wel eens van de hele sante kraam. Nou, het is dus metaforisch. Dus dat betekent dat je iedereen die bij iets of wat dan ook maar betrokken is, hoort tot die hele sante kraam. Dus het, is het heeft een metaforisch en een wat ruimere generaliserende betekenis gekregen. Maar het slaat santen, hè, sinten, dat zijn heiligen. Oké, grappig. Ja, mijn oma gebruikt ook altijd dat woord sante kraam. Ja, in toenemende mate blijk ik een hele woordenschat te hebben die totaal uit de tijd geraakt is. Doe nog eens een woord wat echt helemaal uit de tijd is dan. Heem, hang bij u de lamp scheef. Weet je wat dat betekent? Nee. Als je een petroleumlamp hebt, dan is die op een moment is de petroleum bijna op. Als je hem scheef hangt, staat er toch nog net voldoende petroleum in. Om het te doen. Om het dingetje te laten branden. Ja, dus dat wil zeggen, dus heb je geldproblemen. Als je metaforisch betekent, precies. Metaforisch betekent dit, als je zegt, hang bij u de lamp scheef, zo van, hij zit er financieel doorheen. Ja. Beste Maarten, door mijn overdadige luisterdrift laat een nieuwe podcast vaak te lang op zich wachten. Om toch mijn dagelijkse podcastbehoefte te vervullen, sla ik dan terug op eerder uitgebrachte podcasts. Zo heb ik podcast 40 geluisterd. Ja, ik ben benieuwd wat daar maar dat over ging. Waarin ter sprake kwam dat het woord juffrouw verdwijnt. Hier in de Caribbean, ik luister vanaf Aruba, is het woord juffrouw nog heerlijk relevant als aanduiding voor jonge dames of leraressen. Veel oud-Nederlandse woorden die druppelen hier nog steeds vaak door tot de spreektaal. Iets wat ik erg kan waarderen, zegt Matthijs Meijer in Oranjestad. Ja, de juf, hè. Wat zegt de juf ervan? Maar tegenwoordig is het ook op die lagere scholen allemaal de voornaam. Dus het is niet de juf en de meester. Bij ons waren je altijd meester. En meester, was dit, wat is dit? Of meester mag ik zus? Of juf mag ik zo? Juffrouw Versteeg, ja. Mijn favoriete onderwijzeres. Ach jee, daar heb ik hartstikke veel aan gehad. Ja, er wordt altijd onderschat hoe belangrijk goede docenten zijn. Mm. Juffrouw Versteeg, kijk, ik was een beetje een kwetsbaar, een beetje een klunzig jongetje. Maar ik kon wel goed leren. Dat vond juffrouw Versteeg vond dat leuk. Dus we gingen samen lezen en van allerlei dingen doen. Mm. En nou ja, later, waarom ben ik uiteindelijk geschiedenis gaan studeren? Omdat ik in de eerste twee klassen van de middelbare school fantastische geschiedenisleraar had, die helemaal geen historicus was, ook zo gek. God mag weten waarom een meester in de rechten niet waar geschiedenis gaf op een middelbare school, ik weet het niet. Ja, misschien gebruiken ze op Aruba dan ook nog sante kraam. Dat zou best kunnen, vraag het maar eens aan die meneer. Ja, ja dat, er zijn natuurlijk zoveel van die reacties, want je stuurt er eigenlijk maar twee keer per week een hele doos vol door. Het zijn er veel, hè? Nou ja, ik vind het hartstikke leuk om die reacties te lezen, maar je denkt wel, ja, ik kan onmogelijk. Ja, we kunnen af en toe kunnen we er eentje voorlezen, maar je kunt toch onmogelijk. Dus mijn dank voor al die reacties, maar je kunt niet op al die reacties reageren. Nee, en dit zijn ook nog eens reacties die ik nog niet heb doorgestuurd. Die ik dat nog. Dus wat jij hebt gekregen, dat is allemaal binnengekomen. Dit is iemand die zegt van Maarten, je gaf aan dat er nog een werkend stoomgemaal in Friesland staat. Dat klopt. Dat is het ingenieur Woudegemaal bij Lemmer. Dat is het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld. Ja. Ik ben daar meerdere keren geweest en een prachtig stukje techniek ook weer. Techniek dat door vrijwilligers liefdevol in stand wordt gehouden. Mocht je een keer in de buurt zijn, dan mag je zeker komen kijken. En wellicht is de drooglegging van Nederland en de wijze waarop wij daarin pioniers zijn geworden ook nog een mooi onderwerp, zegt Dirk Matenboer uit Hoofddorp. Ja, er zijn waarschijnlijk al onze technieken toch op de lange termijn niet de juiste gebleken, maar daar zouden we het dan eens even over moeten hebben. Overigens hebben tal van mensen er ook op gewezen dat mijn wens voor een stoommachinemuseum feitelijk al vervuld is, omdat er in Medemblik een stoommachinemuseum is. Dus ik zal nu, als er zich enigszins de gelegenheid voordoet, zal ik het stoommachinemuseum bezoeken. Ja, dat is misschien leuk voor de... En dan zal ik daarover rapporteren. Leuk om met Vincent ook naartoe te gaan. Ja, maar er is verder niks in Medemblik, geloof ik. Een gekkenhuis was er vroeger, toch? Ik heb geen idee. Maar hoe zei de mensen, hij is naar Medemblik. Net zo goed als je bij ons in de buurt zei, van hij zit in Wolfhezen. Dat betekende dat je in het gekkenhuis zat. En nu is Den Dolder, toch? Den Dolder ligt er ook. Ja, hier in de buurt is het Den Dolder. Ja. Maar goed, dat klinkt ook gek. In Den Dolder met de kolder in de kop.
Oké, nou, dat lijkt me een mooi einde voor nu. Vanavond 8 uur live podcast. We gaan terugblikken op 2022 met veel fans van deze podcast in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Er zijn al veel onderwerpen aangedragen, zag ik, via Instagram en via de Telegram groep van deze podcast. Mocht je nog ideeën hebben, drop ze vooral daar. En als je nog geen kaartje hebt, het kan nog steeds via het linkje in de beschrijving bij deze podcast. En ik begreep dat er ook wat mensen waren die zeiden van we kunnen dat niet vinden. Nou, je kunt ook gewoon even op Google intikken, live podcast Maarten van Rossum Utrecht en de data van vandaag. En dan vind je de link voor de kaartjes ook. Dus tot vanavond en anders tot de volgende keer. Dat ik daar nou toch niet op kon komen, wat een afgang. Hè? Misschien kan Zweden een unie aangaan met Italië. De live podcast over Europa kun je vanaf nu terugluisteren. Wat een verschrikkelijke gedachte toch. Je denkt wel eens, ik hoop wel dat ik dood ben voordat het echt fout gaat in Europa. Het linkje vind je in de beschrijving bij deze podcast. Nou, dat lijkt mij wel een hoopvolle afsluiting. Institutioneel racisme beperkt zich niet alleen tot het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het gebeurt overal, waarschijnlijk ook bij jouw bedrijf. Ik sprak daarover met Barry. Hij heeft het meegemaakt bij Mediamarkt. Hij vertelt zijn verhaal in de podcast Sea Level. De link vind je in de beschrijving bij deze podcast.